Hallo allemaal, welkom bij weer een video over ijs maken in dit geval. In de vorige video, dat is pas een dag geleden, hebben we vanille roomijs gemaakt. Alleen wat ik in die video een beetje vergeten was, was ook het apparaat aan jullie voor te stellen. Ik heb wel in die video vermeld welk apparaat het is en ook de link waar je hem kan bestellen, wat die kost. Ik begin dus deze video met eerst maar eens te laten zien wat zit er allemaal bij het apparaat en hoe werkt dit nou eigenlijk. Dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk, maar je moet het wel even weten. En als ik dat gedaan heb, dan gaan we ijs maken. We gaan dit keer een heel bijzonder ijs maken. We gaan perzikenijs maken. En niet gewoon perzikenijs. De maker, er zijn heel veel recepten op het internet te vinden over ijs. Deze zegt het is zonder suiker. Dat is niet helemaal waar. Want je kunt gewone perziken gebruiken en perziken op sap. Wij gaan perziken op sap gebruiken, nou geheid dat daar ook suiker in zit, maar dat is verder niet zo erg. De suiker gaan we vervangen door honing in dit geval, dus we gaan de honing in doen. En je zult zien dat het weer eigenlijk een super simpel recept is, wat dan vervolgens later in de ijsmachine tot ijs vermaakt gaat worden. Nou, ik begin dus met even het apparaat laten zien. Dan gaan we bereiding laten zien van de ingrediënten. Voor het perzikenijs. Aan het eind laten we nog iets van het perzikenijs zien. Althans de consistentie en dergelijke. Ik ga niet een proefvideo laten zien. Zo van, oh, miam, 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 lekker, lekker, lekker. Dat zal het ongetwijfeld zijn trouwens hoor. Maar jullie mogen weer niet proeven. Heel vervelend. We gaan beginnen met de video. Nou, hier hebben we dan de Primo PR401IM. IJsmachine. Geleverd met een aantal onderdelen. Om te beginnen natuurlijk een afstandsbediening. Ook in het Nederlands, geen zorg. Vervolgens de ijsbak. Hierin wordt het ijs bereid. Deze bak heeft een inhoud van 1,2 liter. Echter, ijs zet uit als je het maakt. En dat wil zeggen dat het maximale wat je erin mag laden is 800 milliliter, oftewel 0,8 liter. Die ijsbak die wordt geplaatst hierbovenin in de houder. En daar wordt dan later het ijsrecept in gegoten. Dan hebben we hier het schoepenrad waarmee het ijs gemaakt wordt. Dat schoepenrad gaat gewoon simpelweg in die in die beker waarin dat ijs gemaakt wordt. Tot slot de deksel. Die moet erop worden gemaakt. Gaan we even laten zien. Deksel erop. En dichtmaken, dat die klikt. Even voelen of je hem op kunt tillen. Nou, dat kan verder niet. En dus zit hij dicht. In dat deksel zit een klepje. Wat open kan. Even goed laten zien. Dat is dus hier zo. En dat is ervoor zodat je op het laatste moment nog ingrediënten toe kunt voegen. Even een voorbeeld. Stel je wilt nootjes toevoegen aan je ijs. Dan heeft het geen enkele meerwaarde om dat te doen tijdens de ijsbereiding. Wanneer doe je dat dus? Wanneer het ijs nagenoeg klaar is in de laatste 4-5 minuten. Zodat het goed vermengd wordt dus door de ijsmassa. En op dat moment kun je die nootjes via dat klepje toevoegen. Wat zit er verder nog bij? Een maatbekertje waarop het aantal milliliters en dergelijke afgebeeld staan, zodat je de juiste hoeveelheden hierin kan doen. Nogmaals, maximaal 800 milliliter. En last but not least, een spatel. En die spatel is nodig, omdat als je dat ijs gaat bereiden, op enig moment zal dat schoepenrad eruit moeten worden gehaald. En dat zit natuurlijk bordenvol met ijs straks. En dat zou zonde zijn als je dat weg zou doen. Dus met dat spateltje kun je dat ijs van dat schoepenrad afhalen. Terug in die ijsbak. En op die manier blijft er zoveel mogelijk ijs over. Nou, hoe werkt het nu? Als we even gaan kijken naar het bedieningspaneel hier beneden. Dan zien we in feite een knop met een viertal standen. Hij staat nu op 0. 0 wil zeggen uit. Op dit moment zit de stekker er niet in, dus het is sowieso uit. De linkerknop, dan zien we alleen dat schoepenrad-icoontje. Dat wil zeggen, dat is er alleen maar om te mengen. Op dat moment vriest hij dus niet. Hij mengt alleen maar. Dat is voor als je zeg maar
datgene wat je gemaakt hebt, wat je erin giet, van mening bent dat er toch nog iets meer gemengd zou moeten worden, dan kan je dat doen dus met de linker icoontje van het schoepelrad. Dan hebben we helemaal rechts het ijsko-hoorntje met het ijs erin. Dat is dus het element waarbij die en vriest en draait. De bereiding van het ijs zal duren tussen de 45 minuten en 60 minuten ongeveer. Dat zal de bereiding van ijs in beslag nemen. Aan het eind daarvan zet je hem eigenlijk stop. Haal je dat schoepelrad eruit, maak dat schoepelrad schoon. En dan ga je hem vervolgens zetten ruim een half uur op vriezen. En dat is dat tweede icoontje, dat is echt een vries-icoontje. Op dat moment draait het schoepelrad dus niet meer, maar vriest hij na om het ijs nog een goede consistentie te geven, om hem lekker stevig te maken. Nou, dat is even het apparaat. Straks gaan we ijs maken. En dat gaat dit keer zijn perzikkenijs. Het bereiden van perzikkenijs. Voor perzikkenijs in dit geval, ik had al gezegd, in principe zonder suiker, in de plaats daarvan honing. Om te beginnen hebben we nodig 350 gram perziken. In dit geval uit blik. 350 gram, als je op het internet zou zoeken naar dit recept, dan zul je zien dat daar meer staat. Maar je hebt dus rekening te houden met die maximaal 800 milliliter die je in het apparaat kan doen. Dus we hebben 350 gram perziken nodig. 80% van het citroensap van een complete citroen, dat hebben we hier inmiddels klaarstaan. Het is iets meer dan dat, dus we gaan iets minder gebruiken. Dan 3 eetlepels honing. De honing. Een eierdooier. 150 milliliter melk. En last but not least, 60 milliliter slagroom. Nou, eigenlijk wordt het heel eenvoudig. Op de slagroom na gaan we alles in principe nu in de maatbeker doen. Dus we beginnen met de perziken. Zo, voilà. De perziken zitten erin. Pak je gelijk even omspoelen. Zo meteen afmaken. De melk kan er dus al in. Zo. Dan het ei. Dat moet ik natuurlijk nog eventjes slaan, want ik heb de dooier nodig. Eerst wat ik doe, ik haal eerst maar eventjes het eiwit er een beetje uit. Zodat ik de dooier overhoud en die gaat daarin uiteindelijk. Misschien is er iets van het wit meegegaan, maar dat zij zo. Ik had al eerder aangegeven, ik ben geen expert in het maken van ijs. Maar ik kan je vertellen, het smaakt hoe dan ook lekker. Dit kan mijn vrouw later gebruiken. Dan 80% van de citroensap. Zo. Ook gedaan. En last but not least. 3 eetlepels met honing. Dus we gaan even een eetlepeltje opzoeken. Even kijken. Zo. Deze is ook net nieuw. Dat is best een lastige. Oh, nou goed. Dan hebben we nu de eerste anderhalve lepel erin. Zo ja, dan zal dit ongeveer 3 eetlepels zijn. Even de lepel in het mengsel. Zoveel mogelijk van de honing ook werkelijk erin komt. Even mijn vinger wassen. En met de vinger af erin duwen. Dat is beter. Zo. Dan, wat overblijft, is natuurlijk nog de slagroom, maar die moet nog heel even wachten, want wat we gaan doen, we gaan dit eerst pureren. Daartoe pakken we de staafmixer.
even kijken hoe die werkt. Oké, ja. Nog nooit gebruikt, kun je nagaan. En we zien dit helemaal. En dat is nu gebeurd. De machine draait. Maken we zo schoon. Pakken we weer even een lepel. Want tot slot moet nu de slagroom er doorheen. Zo. Ik ga ook gelijk even kijken naar het aantal milliliters. En dat komt niet in de buurt nog van wat we zouden moeten hebben. Even goed opletten. Nee. Dan gaan we dat nog even aanvullen met slagroom en met melk. Zodat we wel die 800 milliliter krijgen. Oh, doppie valt. Zo, nog een beetje slagroom erbij. Ja. En in principe, zodra ik dit vermengd heb, is het mengsel klaar om in de ijsmachine te gaan. Alleen dit keer ga ik het toch iets anders doen. Maar dat is meer omdat ik een beetje aan het experimenteren ben natuurlijk. Want wat ga ik doen? Ik ga dit in de koelkast zetten. Tot over een aantal uurtjes. Dat staat niet in het recept overigens hoor. Dus het is niet iets wat moet gebeuren. Het is iets wat ik ga doen. En als dat dan gekoeld is over een aantal uur, dan ga ik het in de ijsmachine doen om ijs te maken. Tot zover dit stukje van de video. Zo, de laatste fase van het perzikkenijs bereiden is begonnen. En die bestaat uit het vriezen. Ik zal hem heel even openmaken. Heerlijke perzikkenijs. Zoals je ziet, een hele bak vol, 1,2 liter. Dat gaat straks allemaal netjes worden ingevroren weer. Natuurlijk eten we er wel wat van, maar niet alles tegelijk. Nou, dit was de perenijs. Ik heb er straks al even iets van kunnen proeven. En ik kan je vertellen, het is verrukkelijk. Zo, dat was de video over het maken van perzikijs. Het is heerlijk ijs geworden. Het smaakt verrukkelijk. Het is weer op basis van roomijs, zoals je begrepen zult hebben. Misschien volgende keer weer een ander ijssoort. Tot de volgende keer. Daar.